De oude periode kon Friese inwoners jonge monumenten aandragen en hierop stemmen. Monumenten die bouwd binnen 1964. Nou, er zijn drie objecten die hadden stem won, die hadden de meeste stemmen gekregen van die inwoners van Friesland. En wij gaan een juwetje en baat dat binnen. Dus ik zou zeggen, kom mee, we gaan onderwijs. Wees toch ook zo benijd waar we heen gaan? We beginnen met de nummer drie. Unia Staten in Beers, een prachtig mooie replica van de staten die hier eerst tien hadden. Het is ontworpen door kunstenaar Beb Mulder in 1990. In deze dagen hebben we het ook gebruikt de strouwlocatie. We staan hier bij de nummer 2, de Slauwerhof Brege in Ljouwt. Ontworpen door H.C. Kooijman van A90 Architecten. De brege is gebouwd in 2000. En het bijzondere van deze brege is, het scharnierpunt zit net onder de brege, net onder het wegdek, maar op de orenkant, op pilon. We rijden de stad weer uit. We komen kijken bij de nummer 12. We zijn onderwijs naar nummer 1, dus het is ergens buiten de stad. We gaan het platteland in. Ja, we staan bij de nummer 1. Het monument wat de meeste stemmen kregen had van de inwoners van Friesland. De Diktempel van Marm. Deze diktempel is ontworpen door Itz Willemsma, nadat de 66 kilometer dik op deltahichte gebracht is in 1993. Een prachtig resultaat. Dit weer de top 3, maar ben je benijd naar de top 10? Nou, dat komt mooi uit, want in Kwarten kan je al een fietstocht meisje langs deze 10 potentiële jonge monumenten. We hebben al een heel soort mooie oude monumenten hier in Friesland, maar nu zijn er echt mooie jonge potentiële monumenten bijkomen. Dat is vooral dankzij de inwoners van Friesland. Want Fries erfgoed is heel wichtig, heel belangrijk en Fries erfgoed is menskenwerk.